Hi. Hi. Goeiedag. Goedemiddag. Hi, Chiara. Zo. Ik heb een kleinigheidje meegenomen. Dankjewel. Is deze. Had niet gehoeven. Ja. En heb ik nog iets. Ik weet niet of je van rozen houdt trouwens. Ja, leuk. Ja. Ja, zeker. Dankjewel. Kijk, alsjeblieft. Je heet, Chiara was het. Chiara, ja. Chiara. Oh, wacht, dat is jouw naam. Ja, Mauricio. Mauricio. Mauricio, ja. Ja. Oké. Leuke naam. Mannen vinden gewoon altijd dat vrouwen zeuren. Dat krijg ik altijd te horen. Ja, dat wel. Daar geef ik ze gelijk in. Ja. Dus jij vindt ook dat vrouwen zeuren? Vrouwen, de meeste vrouwen. Hè? Ik zeg niet allemaal. Maar je hebt ook vrouwen die het lijkt alsof ze alleen maar drama opzoeken. En dan denk ik van ja, daar hebben ze wel gelijk in dat ze lastig zijn. Even kijken. Stel, wij zouden in een relatie zitten. Mm-hmm. En ik zou zeggen van... Ja, want tuurlijk, ik hou ook in een relatie, wil ik ook niet te lui worden. Ja. Want daar ben ik tot nu toe in de vorige relatie wel geweest. Ja, ik hield ook heel erg van bank hangen, lekker Netflix kijken, films kijken. Alleen als zij dan zei van ja, zullen we iets leuk doen of iets sporten, dan had ik daar geen zin in. Maar dat ligt dan ook aan jouw karakter, wat je daarmee doet. Maar als ik iets wil, dan doe ik het. Ja, maar stel, ik wil niet mee, wat dan? Dan ga ik alleen. Tuurlijk, ik ga mijn best doen om jou mee te krijgen. Maar een man die moet een aanvulling zijn op mijn leven. En als je dat niet kan zijn, ja, ik heb het gewoon heel erg leuk met eentje. Ja. En met mijn vrienden en mijn familie. Ja, precies, maar dan schiet er toch nog niks op in de Ja, maar dat relatie. Is dan toch jouw verlies en niet de mijne. Dat is mijn verlies. Dus dat is jouw verlies en niet de mijne. Want ik heb gedaan wat ik leuk vind. En jij hebt ook gedaan wat jij leuk vindt. Ja, precies. Want jij zit liever op de bank omdat je iets leuks doet. Dus eigenlijk maar, heb je niet zo heel veel over voor een vriend. Ik heb heel veel over voor mijn vriend. Jij begrijpt het gewoon nu totaal verkeerd. Maar zet je jezelf ook opzij voor diegene waarvan je houdt? Ja, dat wel. En jij hebt denk ik wel ja, jongens als vrienden, toch? Ja, ik heb één beste vriend. Stel, ik zou de nieuwe bijkomen. Ik heb geen idee hoe jullie band is en hoe goed, weet je wel. Ik zeg niet van het is die vriend op mij. Want daar heb ik ook zelf een keer te horen gekregen. Want ik heb wel één goede vriendin gehad. Maar nu dus niks meer. Ik heb ook geen vrienden. Maar één persoon heb ik maar nodig. Snap je? En dat is gewoon mijn vriendin, toekomstige vrouw en et cetera. Dus als ik je familie noem, dan is het heel belangrijk, zeg maar. Mm-hmm. Daarom vrienden noem ik je mijn vriend. Ja, dan betekent je eigenlijk 0,0. Oh, wat een harde uitspraak. Ja, ja. Oh, sorry, dat vind ik echt heel hard. Ja, maar ja, dat is wel zo. Zo kijk ik er ook tegenaan. Snap je wat ik bedoel of niet? Het is misschien heel lastig en heel veel, maar... Nou, ik vind het gewoon heel bijzonder. Ja. Laat ik het bijzonder noemen. Ja, ik denk gewoon anders over dingen. Kijk, perfect. Ik zou zeggen, vaker sushi maken. Nou, mij niet bellen. Volgende keer koop ik het wel gewoon. Ik heb zo in principe wel genoeg sushi. Ja? Denk ik, ja. We hebben nog hele schouw... Ja, maar ik wil eerst deze eten. Ja? Je denkt dat het genoeg is? Ik denk dat ik genoeg heb. Ja? Ja, misschien wel trouwens ronder uit dan die van mij. Beter. Hé. Hey. Dus ik kan een compliment geven. Ja hoor. Kijk eens. Dat vind ik aardig. Hoe belangrijk vind jij het dat je partner affectie toont? Dat is toch... Een soort genegenheid, of niet? Ja, ja. Ja, ik denk dat je het zo het best kan omschrijven. Ik verwacht behandeld worden als een koningin. Nee. Ik hou er gewoon van om op een voetstuk geplaatst te worden. Ben je meer een afwachtend type? Ik stap niet op mensen af, mensen stappen op mij af. Oké, als dat gebeurt, ja. Ik hoef er ook geen moeite voor te doen, in principe. Mijn ogen zeggen gewoon heel erg veel. Ja. Dus als zie ik een leuke jongen aan de andere kant van de... waar ik op ben, dan ga ik gewoon even een beetje kijken. En ik denk dat dat al genoeg zegt. En dan komen ze vanzelf naar me toe. Ja, je hebt wel sprekende ogen, dat wel. En ik wacht wel af. Ik stap zelf niet op een hier af. Ja, dat kan. Welk deel van je lichaam vind je het mooist? Ja, sorry, maar ik vind mezelf gewoon heel mooi. Ik vind het gewoon belangrijk dat je van jezelf houdt. Ja. En dat je daarmee dus ook je hele lichaam houdt, zeg maar. Ik krijg deze vleeszak om in te leven, waarschijnlijk maar één keer. Vleeszak, ja. Dus het is belangrijk dat ik als ziel mijn lichaam omarm. Je bent niet bescheiden, hè? Nee, maar dat is ook niet nodig, toch? Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dankjewel.
Nou, vertel erover. Dit is eigenlijk gewoon een zelfgemaakte bananenpannenkoek. Hoe smaakt het? Ik heb lekkere dingen gehad. Hoe ik jou nu een beetje heb leren kennen. Je hebt het telkens over groepen mensen. Dus man, vrouw. Ja. En die scheer allemaal over één dezelfde kam. En als ze allemaal dezelfde persoon zijn. Terwijl ik probeer naar iedereen te kijken als een individu. Ja, maar zo kijk ik ook, hoor. Ja, maar goed, zo kwam het niet echt soms over. En daar heb ik ook gewoon heel erg veel moeite mee. Want iedereen is zijn eigen persoon. En het is niet een groep mensen is dit, een groep mensen is dat. En ja, mijn keuze was eigenlijk ook om niet te verlengen. Omdat we daar gewoon zo verschillend in zijn. Nee. Helder. Duidelijk. Gaan we even rustig spullen pakken.